Het district Para kampt met een huisvuilproblematiek. De ondernemers die zorgen voor de vuilophaal zijn maanden niet uitbetaald. Diverse huishoudens, als ook vakantieoorden, kunnen nu met moeite hun vuil kwijtraken. Volgens Ramon Kudemusu, DNA-lid van de ABOP, is deze situatie heel nijpend. Hij pleit ervoor dat de ondernemers binnen afzienbare tijd betaald worden, zodat de vuilophaaldienst weer optimaal kan functioneren. Een paar mensen hebben gewerkt binnen het district, ondernemers, maar dat deel blijft ook weg. En u weet, die bedrijven hebben bepaalde vermogen. Het moment dat je geen middelen meer hebt, ga je niet meer kunnen uitvoeren. En vandaar, kijk, vorige week nog heb ik het in ditzelfde huis aangekaart van, kijk, veel ophaal loopt niet in het district. Maar die mensen, ik was niet in contact met die mensen, dus waardoor ik wist niet dat ze ook financieel komen te stuiten, weet je. Maar daar zit het ook vast. Dus ik wil ook de regering weer nogmaals vragen om zodanig te kijken van, zodat deze ondernemers middelen kunnen krijgen om hun activiteiten te continueren. Volgens een van de ondernemers kan hij het werk niet voortzetten, want al ruim 8 maanden zijn er geen financiële middelen ontvangen van de overheid. Hij kan de werknemers ook niet meer betalen uit eigen zak, waardoor de arbeiders thuis moeten blijven. Het wachten is op de overheid die het geld overmaakt op de rekening van de ondernemer. Los van het feit dat zijn werknemers zonder een inkomen zitten, blijft het huisvuil zich ophopen in Para. Parlementariër Kudemusu vindt dat zijn district geen goede behandeling krijgt, terwijl het een visitekaart is voor de buitenlanders. Als je uit Amerika komt, je komt uit China, je komt uit Europa, je gaat landen in Para. En we kunnen Para deze behandeling geven. En we gaan niet meer stilzitten. We kunnen niet zo doorgaan. Omdat, kijk, je moet één ding kijken. Kijk, Surako was in Para. Billiton was in Para. Onze airport is in Para. Toch, kijk nu naar Para. Wat heeft Para overgehouden? Niks. En laten we niet zo doorgaan. Laten we Para de juiste behandeling geven. Laten we niet blijven klagen van, hey, of Para zien als een, hoe moet ik het laten, een vergeten ding. Laten we Para die behandeling geven. Dus bij deze vraag ik nogmaals de president, de vice-president, laten ze de nodige aandacht schenken aan Para. Zodat het district op een bepaald niveau komt. Maar laten we niet zo doorgaan. En vuilophaal moet aangepakt worden. Laat ze middelen vrijmaken voor de DC